in de minder goede tijden van het bedrijf dat we niet konden reageren op de veranderende marktomstandigheden. En dat komt ook omdat er ja, heel veel mensen bij ons werken, een heel groot hoofdkantoor en hele vaste systemen. En door nu met weinig mensen op het kantoor te werken en met heel veel externe partijen kun je gewoon veel sneller reageren. En kunnen we ook makkelijker versnelling aanbrengen op de zaken waar wij versnelling nodig denken. Je hoeft geen mensen aan te nemen, je hoeft geen afscheid van mensen te nemen als je de focus verlegt. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered by Hello Maas en Frank Watching. Hello Maas is hiring. Vind je mensen en marketing leuk? Ben je tech curious? Heb je zin in een early stage startup? Bouw dan samen met ons aan de future of work in marketing. jobs.hellomaas.com. Hallo beste Hello Masters luisteraars. Vandaag hebben wij een hele leuke gast, de CMO van Blokker. Nou, wie kent Blokker niet in Nederland? Meer dan 4000 winkels. Heel veel in het nieuws de afgelopen periode. Dus ik ben heel blij dat Martin van Velsen tijd heeft genomen om vandaag bij ons in de Hello Masters studio wat meer te vertellen over zijn rol en marketing en groei bij Blokker. Welkom Martin. Dankjewel. Hey, je hebt al een mooie carrière. Hè? Momenteel werk je als director marketing en e-com bij Blokker. Maar je hebt ze daarvoor vooral in de bureau en klantzijde ook mooie rollen vervuld. Hebben we bij Amsterdam Rai, A.S. Watson, die ook eerder bij ons al in de podcast was. En ook bij Action, dus je hebt echt heel veel retail marketing ervaring, toch? Ja, ja, absoluut. Ik heb de laatste fase van mijn carrière vooral in retail gewerkt. En met erg veel plezier. Daar gebeurt gewoon heel veel op dit moment. En zeker het snijvlak van de winkel en het web vind ik heel erg interessant op dit moment. Ja, ja, en daar gaan we vandaag ook meer de diepte in. Wat is bij jullie super actueel? Hey, wat is je laatste aankoop bij Blokker geweest? Want het is toch wel de huishoudwinkel van Nederland. We zijn even benieuwd, wat is jouw laatste aankoop? Ja, heel, heel bazaal. Koffiecups. Ik ben een groot fan van onze eigen koffiecups. En ja, die gaan vrij snel op. Dus ik kom regelmatig bij de Blokker om een voorraad koffiecups aan te vullen. Oh, want hebben jullie dan andere koffiecups dan bij de Albert Heijn? Ja, we hebben ons eigen merk koffiecups. Oké. En met een heel recycle programma erachter. Je kan ze bij ons weer inleveren, dan worden ze gerecycled. Het zijn aluminium cups, want die kun je het beste recyclen. En het is gecertificeerde koffie. Hij is in Nederland gebrand. De cups worden in Nederland gevuld. Dus, en het zijn de scherpste prijs voor aluminium koffiecups in Nederland. Dus ja, geen enkele reden om ze niet te kopen. En ze zijn heel lekker. Het is hele goede koffie. Alright, nou dat wist ik helemaal niet. Ga ik dat een keertje proberen. Goed, en het klinkt als jullie het ook heel circulair hebben aangepakt. Dus dat is nog beter. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende ervaringen, vooral recentelijk in retail. Waarom heb je voor Blokker gekozen? Ja, vanwege de uitdaging die er lag. Toen Michiel het bedrijf overnam in 2019, had hij het plan om Blokker echt vanaf de grond toe opnieuw op te gaan bouwen. Ja. Dus er werd een nieuw team neergezet. Hij had nieuwe plannen, een nieuwe strategie en heel veel energie. En dat sprak me, die combinatie sprak me enorm aan. Dat is heel mooi om daar deel van te kunnen uitmaken. Op zo'n project. Ja. Want hoe lang zit je nu bij Blokker? Sinds de zomer van vorig jaar. Ja. Ah, oké. Okay. Dus je hebt iets meer dan een jaar. Hoop meegemaakt. Ook wat betreft winkels sluiten. Andere dingen doen met mensen in de winkel. Zeker. Toen ik bij Blokker kwam, begon ik eigenlijk met het ontwikkelen van de plannen. Maar al heel snel gooide natuurlijk corona roet in het eten. Ging de focus volledig naar inspelen op de steeds veranderende omstandigheden. We gingen natuurlijk heel snel van gesloten winkels naar winkel op afspraak. Of afhalen in de winkels. Alles kwam, elke maand was er wel een andere propositie ongeveer die ontwikkeld moest worden. Dat was heel dynamisch, maar het is ook wel leuk als we weer eens echt aan de plannen kunnen gaan bouwen. Ja, helder. Ja, want Blokker bestaat natuurlijk al 125 jaar.
Recent wel veel veranderingen geweest, ook in de directie. Hè? En, in 6 jaar maar liefst 36 verschillende directieleden, ja. Waaronder 4 marketingdirecteuren. Ja, van bijna failliet naar een nieuwe strategie met heel veel ambitie. Hoe start je zo'n job eigenlijk? Wat met zo'n recente legacy toch heel turbulent is. En dan ook nog eens een keer instappen in een hele turbulente tijd. Hoe hou je jezelf zeg maar als CMO? Hoe zet je jezelf neer? En enerzijds dat je heel operationeel natuurlijk dingen moet doen. Maar aan de andere kant ook die strategie en die hele grote ambitie gaan waarmaken. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, het is wel een kwestie geweest van steeds hele duidelijke keuzes maken en prioriteiten. Kijk, op het moment dat de winkels dicht gaan, dan vervalt even alle toekomstplannen. Zijn even niet meer belangrijk, dan gaat het over het nu. En op andere momenten, als dat eenmaal draait, dan gaan we weer vol aan de slag met de langere termijn. Verder hebben we gewoon een heel goed team, niet alleen mijn eigen team, maar ook het MT... van Blokker is enorm op elkaar ingestemd. En de neus staat enorm dezelfde kant op. Dus we zijn gelijk al begonnen met in ieder geval een hele duidelijke richting neerzetten. Duidelijke keuzes maken. En dat geeft ons wel leidraad in alles. Ook als we snel keuzes moeten maken. Om te bepalen welke kant we op moeten gaan. En wat de goede keuzes voor Blokker zijn op dat moment. Dus dat heeft wel enorm geholpen. Maar ja, dat het af en toe improviseren was. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja, en wat is zeg maar je plan zeg maar voor de aankomende 12 maanden? Je had het net over veel meer in het online kanaal gaan doen. Ja. Kun je iets delen al van waar je speerpunten liggen? Ja, nou ja, we zijn nu heel druk bezig met het ontwikkelen van category plannen over alle kanalen heen. Blokker verkoopt zowel zelf via een eigen webshop, maar we hebben ook sellers op ons platform, dus ook een marketplace. We hebben natuurlijk winkels en daarnaast verkopen wij ook bij bol.com. En we zien ook dat we niet alle artikelen geschikt zijn voor elk kanaal. Dus het gaat erom dat je je hele assortiment zo samenstelt dat je het maximale uit elk kanaal haalt en het maximale uit de potentie van elk artikel. Mm-hmm. We proberen echt de juiste artikelen op de juiste plek neer te leggen. Nou, dat is toch wel een behoorlijke omslag voor een bedrijf dat al 125 jaar bestaat. Dus dat is een belangrijk project voor volgend jaar. Ja, en daarnaast is het belangrijk project om onze website een paar goede stappen omhoog te laten zetten. Op het gebied van conversie, SEO, de hele customer journey verbeteren, dat soort zaken. Dus dat zijn wel de twee belangrijkste projecten die we hebben staan. Ja. En ten derde heeft Blokker ook duurzaamheid enorm omarmd. Nou, ik gaf al even aan met de koffiecupjes, dat is een belangrijke start geweest. Maar ook duurzaamheid moet echt geïntegreerd worden in de kern van ons bedrijf. Die manier van denken en het ook gaan toepassen. Geef eens een voorbeeld hoe jullie dat doen. Nou, eigenlijk hebben wij elk project wat we starten, proberen we nu ook af te wegen. Wat doet het voor Blokker, wat doet het voor de klant, maar ook wat doet het voor de planeet. Mm-hmm. En dat zijn 3 vinkjes en elk nieuw project moet bij alle 3 een vinkje hebben staan. Ja. En dat laatste vinkje voor de planeet is vrij nieuw voor Blokker. Zeker in de tijd dat het een gevecht voor overleven was, dan vergeet je dat snel. Mm-hmm. Maar nu willen we daar echt wel stappen in zetten. Bijvoorbeeld, we zijn nu ook bezig met het bezorgen van artikelen vanuit de winkel. In plaats van vanuit de DC. Ja. Dus online bestelde artikelen gaat het dan over. En dat gaat met elektrische fietsen. Dus we proberen zoveel mogelijk van onze online bestellingen via de normale route in de winkel te krijgen. En vanuit de winkel naar de klant te bezorgen. En we kunnen sneller bezorgen naar de klant. En het is een stuk beter voor de planeet. Dus op die manier proberen we projecten te starten. Ja. Hey, Martin, je vertelde net even over de hele e-commerce groei. Hè, dat een heel belangrijk pilaar is. Jullie werken dus ook met derde partij sellers, third party sellers. En daarnaast verkoop je ook zelf via bol.com. Bol.com is natuurlijk best een grote concurrent van jullie. Hoe differentieer je zeg maar naast zo'n partij die natuurlijk enorme dominantie heeft in Nederland? Nou, wij hebben ook veel eigen merkproducten. En we zien dat die heel goed verkopen op bol.com ook. Dus de merknaam Blokker is toch nog wel heel erg bekend. En mensen hebben daar toch wel een goed gevoel nog bij. Ook wat betreft de kwaliteit, de betrouwbaarheid van het merk. Dus op bol.com zijn wij bijna een A-merk
op artikelniveau. Ja. En ja, dat verkoopt het hartstikke goed. En verder zien we dat Bol ook af en toe bijna een search engine is voor mensen die iets willen kopen. En door aanwezig te zijn met je merk op bol.com, kom je ook weer even tussen de oren bij al je klanten. Ja. We kunnen heel hard gaan vechten tegen Bol, of we kunnen gewoon samen optrekken en van elkaar sterktes gebruik maken. Ja, dat en is een van je sterktes ook het feit dat jullie meer dan 4000 winkels hebben die je nu op een andere manier inzet in de customer journey? Ja, 400 winkels. 4000 is oh, 400, ook, sorry. Ja. Iets meer dan 400 winkels, ja. Nou ja, dat blijft natuurlijk een bijzonder punt voor ons. Dat heeft Bol niet. Wij zitten dichter bij onze klanten. We kunnen op heel veel zaken, klanten kunnen bij ons ook een pakketje afhalen als ze toch in de buurt zijn. Nou, wat ik zeg, we bezorgen vanuit de winkel. Mensen kunnen makkelijk retourneren naar de winkel. Dus recycleprogramma's zijn goed op te zetten. Daar hebben we ook grote plannen mee om bij de winkel belangrijk in te maken. Op dat vlak hebben we ook een asset op zich voor bol.com. Ja, dus ik denk dat er ook een plek voor ons blijft, ook al hoe groot Bol ook is. Ja. Wie zie je zelf, zeg maar, als bedrijven die inspireren of juist die je scherp houden omdat ze dingen bijvoorbeeld in jullie veld doen, maar dan, die dat heel goed doen? Waar kijk je naar, zeg maar, voor je eigen inspiratie? Ja, ik vind het moeilijk om het op één bedrijf te pinpointen. Er gebeurt natuurlijk zoveel, zowel in retail, als klassieke retail, als bricks retail, als op het web. Dat ik kan niet zeggen dat ene bedrijf is perfect en die andere volgen er allemaal op. Ja, ik volg heel veel wat er gebeurt. Mm-hmm. Wat er nu gebeurt met flitsbezorgers is weer inspirerend om te kijken wat zij allemaal weer bedenken. Wat ook weer een aparte mengvorm is van klassieke retail en web. Met hun dark store, zal ik maar zeggen. Ja. Yeah. Dus ja, er gebeuren continu dingen. En dat vind ik het leuke van retail. Ik kan niet zeggen, dat is mijn voorbeeld. Want op het moment dat ik het uitgesproken heb, is het alweer bijna achterhaald. Ja, ja, helder, helder. Laten we eens even wat meer de diepte ingaan op marketing. Je bent CMO. Hoe is jouw verhouding, zeg maar, ten aanzien van de andere managementteamleden? Waar werk je veel mee samen? Eens met category management. Met Janine, onze CEO. En vanuit e-com ook veel met IT. Mm-hmm. Dat is wel een belangrijke kern. Maar ja, ook supply chain is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Omdat zowel in web als in winkel, zeker in deze tijd moet ik eerlijk zeggen, daar heel veel van afhangt. Dus ik kan niet echt zeggen dat ik... ik zou mensen tekort doen als ik ze niet zou noemen, zeg maar. We hebben elkaar echt heel hard nodig. Zeker in de huidige dynamische wereld. Ja, de winkeloperatie is ook ontzettend belangrijk. We zijn ook heel druk bezig om onze klanten bijvoorbeeld nog beter te servicen. Door onze webshop ook toegankelijk te maken in de winkels. Zodat als iets uitverkocht is of een ander kleurtje willen ze het online kunnen bestellen. Dus de winkelorganisatie is ook heel druk mee bezig. Dus ja, we hebben elkaar enorm nodig. Ja, helder, helder. Hey, en binnen je marketingteam, wat is de scope van marketing? Want ik had bijvoorbeeld... eerder dit jaar de CMO van bol.com, Bauke Taphoorn. En die heeft een hele brede rol wat betreft marketing. Hè. Die heeft zelfs front-end developers. Gewoon die hele keten, zeg maar, daarbinnen. Maar we hebben ook wel eens CMO's bij Hello Masters die toch echt wel meer op het traditionele alleen marketingstuk zitten. Hoe zit dat bij jou? Omdat je natuurlijk ook e-commerce in je portfolio hebt. Ja, in principe ben ik verantwoordelijk voor het commerciële gedeelte en de front-end van de website. Mm-hmm. De back-end ligt bij IT. Dat is de verdeling. Ja. We hebben vrij kleine teams. We besteden veel uit. Dus we werken samen met Ordina bijvoorbeeld voor development. Mm-hmm. Maar het valt wel onder mijn verantwoordelijkheid. Maar daarnaast campagnes, het promostuk en ons eigen merk vallen ook in mijn portefeuille. Ah, oké. Hoe groot is je team? Ongeveer 30 mensen bij elkaar. Ja, oké. En dan, dus dan heb je. En werk je dan op een agile manier? Of is het gewoon meer op competenties die je naast elkaar zet? Of het is meer projectmatig werken? Voor het ontwikkelen van nieuwe projecten werken. Voor nieuwe projecten en ontwikkeling op de website werken we agile. Ja. In campagne-team en promo-team, waar het toch meer op een
werk ik meer op klassieke manier eigenlijk. Dus het loopt een beetje door elkaar heen. Het Ja. zijn ook echt verschillende teams. Hoewel ze wel nauw samenwerken, maar het zijn echt wel aparte teams met hun eigen verantwoordelijkheden, hun eigen KPI's. Ja. En eigenlijk werkt dat prima. We werken heel veel met externe partijen. Dus je zoekt ook een manier van werken die ook bij hun goed past. Waar we met Ja. een campagneteam met het klassieke reclamebureau werken. En werken met het e-com team met bijvoorbeeld Ordina, die veel meer gewend zijn om in sprints te werken. En daar Ja, passen we ook helder, ons ook een helder. beetje op aan. Ja, en waarom heb je ervoor gekozen om veel ook bij derde partijen neer te leggen? Ja, dat heeft eigenlijk met agile werken te maken, flexibiliteit. We hebben natuurlijk bij Ja. Blokker gezien in de minder goede tijden van het bedrijf dat we niet konden reageren op de veranderende marktomstandigheden. En dat komt ook omdat er heel veel mensen bij ons werken, een heel groot hoofdkantoor in hele vaste systemen. Ja. En door nu met weinig mensen op het kantoor te werken en met heel veel externe partijen kun je gewoon veel sneller reageren. En kunnen we Ja. ook makkelijker versnelling aanbrengen op de zaken waar wij versnelling nodig denken. Je hoeft geen mensen aan te nemen, je hoeft geen afscheid van mensen te nemen als je de focus verlegt. Hooguit Ja. moet je afscheid van een externe partij nemen of een nieuwe externe partij aanhaken. En dat werkt gewoon sneller. Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat is toch wel de manier van werken nu. Klopt. En je ziet Maar ook dat voor expertise's die je nodig hebt, ja. dat vraagt zoveel kennis, diepe kennis op sommige vlakken, die krijg je intern toch niet. Dan kan je Nee, beter maar met heel helder. veel partijen samenwerken die kennis toch al hebben. Dan laat ik de Ja. arbeidsmarkt nog maar even buiten beschouwing. Ja, absoluut, want die is red hot voor vaste medewerkers in Ja. marketing. Ja. Hoe bouw jij een topmarketingteam? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten? Met HelloMaaS is er nu een nieuwe manier om een topmarketingteam te organiseren. Ontdek het Flexteam. Alleen betrouwbare freelancers met duidelijk resultaat voor een transparante prijs. En alleen wanneer jij dat nodig hebt. Maak je marketingteam agile, slim en haal specialistische kennis van buiten naar binnen. Nu met meer dan 75 marketing skills on demand. Van grote verzekeraars tot snelgroeiende start-ups, topbedrijven werken al met het flexteam van HelloMaaS. Ga naar hellomaas.com/flexteam en maak jouw marketingteam snel en slim tot een topteam. Waar wil je met je team, zeg maar, en de flexibele laag die je daaromheen hebt, waar wil je graag over een jaar staan? Ja, kijk, over een jaar is wel een hele korte scope. Zeker in deze periode waar we nu leven. Want als ik heel eerlijk ben, ik weet nog niet eens hoe het na komende vrijdag ervoor gaat staan. Als er weer een Ja. persconferentie is. Dus, Ja. ik durf bijna geen jaar meer vooruit te kijken. Maar wij hebben als Nee. ambitie, als team, om over een paar jaar het voorbeeld te zijn van een omnichannel retailer. Ja, oké. En daar werken we met z'n allen hard aan. Dus ook dat de opdracht aan de teams ook. Want we werken nu met verschillende teams. Ik zei campagne-team, promo-team, e-com-team. Maar zij moeten ook zo samen gaan werken dat al die grenzen vervagen. En dat we Ja. echt het maximale uit ons hele bedrijf halen. Ongeacht waar de klant wil kopen. Ja, helder. En als je dan voor kiest om, zeg maar, echt je centrale team van 30 mensen, die hebben dan de spilfunctie en sturen natuurlijk ook de flexibele laag naar buiten aan. Wat voor competenties heb je dan echt binnen nodig, waarvan je zegt, ja, op die manier kan ik gewoon goed sturen? Zijn dat dan vooral mensen die heel goed kunnen projectmanagen, of is het juist die hele customer journey goed managen en vooral strategisch ook naar een hoger plan trekken? Kun je iets meer vertellen over hoe je dan je organisatie bouwt en wat je dan centraal in-house doet en wat je dan het liefst erbuiten zet? Is het dan de operations bijvoorbeeld van al die kanalen, zeg maar, omdat je inderdaad daar hele specifieke kennis voor nodig hebt? Of vind je het ook belangrijk om dat soort experimenten ook in-house te doen met je eigen team? Heel hoog over hebben we eigenlijk drie types mensen in mijn team.
Mensen die vrij strategisch denken en daarmee de lijnen kunnen uitzetten voor de, ook voor de bureaus en voor de teams en kunnen bewaken. We hebben mensen die op alle vlakken wel kennis hebben, zoals e-com of performance of campagne of media, maar dan wel op een vrij generalistisch niveau. En dan huren we de specialistische kennis in. En we hebben een groep mensen meer met meer projectmanagement skills die zorgen dat alle bureaus en de interne organisatie blijven samenwerken en alle projecten tot hun recht komen. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie skills die wij intern willen hebben. Ja, ja, klinkt logisch. Hoe heet het? Welke marketingkanalen werken nu goed voor jullie? Want ik kan me zo voorstellen dat je best wel veel moet switchen ook. Met winkels wel open of aangepaste tijden. Heb je dat ook met je marketingkanalen? Of kun je daar wel vrij consistent in blijven? Nee, we hebben heel veel moeten switchen. Natuurlijk is online heel erg belangrijk geweest op sommige momenten. Dus dan hebben we heel veel budget naar de online kanalen geschoven. Mm-hmm. Hoewel we ook tv bijvoorbeeld veel ingezet hebben het afgelopen jaar, omdat veel mensen weer tv keken en we onze website en onze e-com propositie daar ook goed konden vertellen. Nu zitten we heel erg in de winkelstraten. Het blijkt dat het moeilijk is om mensen die nog een beetje spannend vinden om te gaan winkelen, om die de winkelstraat in te krijgen. Maar de mensen die er rond, dus we richten ons eigenlijk vooral op de mensen die nu al in de winkelstraat rondlopen, die het nog durven, die het al durven. Dus we hebben nu bijvoorbeeld veel out of home gedaan de afgelopen maanden. En we horen vrijdag weer wat ons dan weer te wachten staat. En dan proberen we daar weer op in te spelen. Ja, ja, helder. En continu experimenteren, hè, super belangrijk. Kun je iets delen over een experiment wat heel succesvol is gegaan? En daarnaast wil ik ook graag horen wat een totale mislukking is geweest. Om gewoon ook te keren hoe je leert. Want dat hoort er nou eenmaal bij experimenten. Ons beste succesverhaal is bijvoorbeeld dat wij toen de winkels dichtgingen pakjes zijn gaan bezorgen vanuit de winkel. Dus 15 december vorig jaar werden op last van de overheid de winkels gesloten, vlak voor kerst. En wij hadden toen eigenlijk bijna 5000 mensen werkeloos thuis zitten en iets van 100.000 pakketjes op het DC liggen die door PostNL niet meer bezorgd konden worden. En we zijn toen op een houtje-touwtje manier pakketjes gaan bezorgen vanuit de winkel met onze winkelmedewerkers. Ja. En dat is hartstikke goed gegaan. Met enorm veel enthousiasme van onze winkelmedewerkers. En door heel veel improvisatievermogen hebben we alle pakketjes bij onze klanten gekregen. En zelfs nog heel veel extra kunnen verkopen. Nou, dat heeft ons enorm aan het denken gezet over de toegevoegde waarde van de winkel. Dus we lopen sinds de afgelopen zomer nu al een experiment waarbij we dus bezorgen uit de winkel, wat ik eerder al even aanhaalde. En dat gaan we gewoon doorvoeren. En we hopen over 2 jaar dat we in heel Nederland pakketjes vanuit de winkel kunnen bezorgen op dezelfde dag dat ze besteld zijn. En dat is echt een voorbeeld van iets gewoon doen en uitproberen en leren en dan denken, oh, het werkt. En het dan nu echt gaan maken en het echt gaan doen en dat voor de lange termijn gaan organiseren. Ja, top. Dus dat is wel een voorbeeld van dat. Ja, die mislukking. Ik zit er nog niet zo lang. Dus ik heb niet heel veel dingen zien mislukken. Blokker heeft natuurlijk in het verleden wel heel veel zaken geprobeerd die niet goed zijn uitgepakt. Maar het is een beetje flauw om mislukkingen aan mijn voorgangers, mislukken van mijn voorgangers te hebben. Ik kan niet zoiets noemen wat echt misgegaan is het afgelopen jaar. Dat heeft ook mee te maken dat het afgelopen jaar alles wat je deed ongeveer wel moest lukken, omdat de wereld gewoon gek in elkaar zat. Ja, ja. Er zijn natuurlijk wel heel veel kleine mislukkingen geweest. Op het vlak van bijvoorbeeld hetzelfde voorbeeld wat ik net gaf, dat je plotseling pakketjes uit de winkel gaat bezorgen. Heel veel dingen misgegaan. Met de retouren bijvoorbeeld, dingen die in de winkel gepikt waren en dat klanten stuurden de retouren naar het DC. En dan stond iedereen verbaasd te kijken, waar komt dit pakketje nou vandaan? Want dat heb ik nog nooit eerder gezien, dat konden we niet thuis brengen. En, maar ja, kan je dat een mislukking noemen of is het een soort, soort gevolg van het feit dat je dingen zo snel wil oppakken? Ja. Ik zie het niet echt als een mislukking. Nee. Er gaan wel eens dingen fout. Ja,
Hey, in het verleden hebben jullie ook van die brandingcampagnes gedaan, hè, met Carrie Bradshaw van Sex in the City. Zijn dat ook dingen waarvan je denkt, dat ga ik ook weer doen, om dat merk toch op een andere manier te gaan laden? Of zeg je van, nou ja, we willen het eigenlijk wat dichter bij gewoon de organisatie houden en meer kijken naar hoe we de producten op een makkelijker manier bij de klant kunnen krijgen? Ja, kijk, die campagne is natuurlijk beroemd, maar wel in een tijd geweest. Blokker is een tijdje zoekend geweest naar een nieuwe richting. Wat was het nieuwe recht van bestaan voor Blokker? Ja. Mijn voorgangers hebben daar verschillende richtingen in gekozen, die soms meer en soms minder succesvol bleken. En soms ook amper de tijd gekregen hebben om zich te bewijzen. Ja. Wij hebben nu een hele andere richting gekozen dan Robert Boheme toen gedaan heeft. Dus dat type commercial zullen we niet snel meer maken. Wij kiezen nu veel meer om dicht bij onze kern te blijven. Kwalitatief goede producten op het gebied van koken, tafelen, huishouden en wonen. Voor een goede prijs aanbieden aan onze klanten. Dat is eigenlijk wat we 125 jaar gedaan hebben. En daar past die commercial niet meer bij. Ik denk dat wij in onze communicatie producten altijd een belangrijke rol blijven geven. En niet een BN'er, zeg maar, of zo. Of laat staan een internationale N'er. Ja. Dus nee, niet meer dat. Maar we zullen wel in de toekomst willen we wel meer aan onze propositie weer gaan bouwen. We hebben de afgelopen jaren gewoon heel veel gecommuniceerd. Echt puur op product en veel promoniveau. Ja. Er komt volgend jaar wel weer een laag bij, wat we iets meer over ons merk en onze propositie kunnen gaan. Ja, helder, helder. Hey, je had het net al even over dat je dus met zo'n flexibele laag graag werkt. Werk je ook direct met freelancers? Of is je flexibele laag iets meer bureaus en andersoortige flexibele oplossingen? In principe bureaus. Wederom, omdat wij zelf weinig mensen hebben, bureaus hebben vaak ook hoef je minder aan te sturen, omdat ze hun eigen apparaat hebben, een eigen organisatie. Wij werken wel met freelancers, maar alleen bijvoorbeeld om gaten in onze eigen vaste personeelsbestand tijdelijk op te vangen. Ja. Maar we werken niet met freelancers om expertise binnen te halen. Dat doen we echt. Okay. En is dat een bewuste keuze of is dat iets ook wat vanuit het verleden al met bestaande contracten die je hebt? Nee, ik heb geen bestaande contracten. Alles is nieuw. Dat is een ander voordeel van bij een bedrijf beginnen in wederopbouw. Ja. Maar nee, het is echt een bewuste keuze om met wat grotere bureaus te werken. Omdat wij echt een klein team hebben dat heel veel moet bereiken. En we hebben ook relatief weinig van die coördinatoren. En ja, met hoeveel losse partijtjes, hoe meer losse partijtjes je werkt, hoe meer coördinatiewerk het vergt. En door met wat grotere bureaus te werken. Er zit een deel van het coördinatiewerk bij het bureau eigenlijk. Ja, helder. Dus je kiest er eigenlijk voor om gewoon een one-stop shop neer te zetten buiten de deur. Die dan gewoon afgebakende stuk werk doet. Ja, precies. Ja, en hou je dan wel de flexibiliteit en de omloopsnelheid er ook in? Want dat hoor ik wel van veel andere mensen die in de Hello Masters, maar ook klanten waar we mee werken, dat het soms wel over zoveel schijven nog gaat richting een bureau, waardoor soms wel de snelheid niet optimaal is. Of hebben jullie dat anders ingericht? Ja, we hebben hele korte lijnen. In principe, kijk, hebben we ook relatief weinig bureaus. We werken nu met bijvoorbeeld ook een bureaugroep als Scandit, waar bijvoorbeeld heel veel in zit. Media, maar ook van allerlei andere gebieden op het gebied van online en social. We werken met één reclamebureau die ook de promo voor ons doet. We werken met dus dat is dan een kern van eigenlijk mijn campagneteam, het promoteam en twee bureaus. En dat is best wel overzichtelijk. Ja. En zo werken we met het e-com team eigenlijk hetzelfde. Ja, oké. Okay. Ja, dan heb je dan andere en meer technische partijen waar je mee werkt. Ja, we werken met Ordina voor development. We werken op een Salesforce platform, dus daar zit ook natuurlijk expertise. En dan huren we eigenlijk grote bureaus in om ons op specifieke projecten voor een afgebakende periode te ondersteunen. Orange Valley op het gebied van SEO, die krijgen dan bijvoorbeeld een opdracht van een jaar. Die hangen duidelijke KPI's aan. Daar is duidelijk afgesproken hoeveel vrijheid ze hebben, hoeveel budget ze hebben. En wat ze moeten opleveren aan het eind van het jaar. Nou, dan kunnen wij ze bijna loslaten. En na een jaar rekenen we met elkaar af, is het gelukt of niet gelukt. Hetzelfde doen we nu met ISM, of het gebied van CRO.
En zo kunnen we projecten gewoon met een heel klein team hele grote projecten aansturen, omdat er gewoon heel veel expertise bij die partijen zit. Als je maar duidelijke afspraken maakt en duidelijke tijdspaden inricht, dan werkt dat heel goed. Ja, oké, okay, helder. Hey, en op de Nima ID sprak je ook hè, over de cultuur, die je toen wat stoffig noemde bij Blokker. Maar jullie CEO, Janine Holzer, die wil heel graag richting een start-up cultuur, om daar ook een culturele verandering in te maken. Dat is natuurlijk best een grote transitie. Hoe pak je dat day-to-day aan? Door mensen vooral het vertrouwen te geven dat ze fouten mogen maken. Er bestond een cultuur dat iedereen eigenlijk afwachtte totdat ze een opdracht kregen en dat gewoon uitvoerde. En nu mogen mensen gewoon fouten maken. Ik heb liever dat ze geacteerd hebben, gereageerd hebben of zelfs met plannen zijn gekomen of ze al geïmplementeerd hebben en dat het af en toe misgaat, dan dat ze niks doen. En dat is de hele cultuur bij het bedrijf. Mensen worden niet keihard gestraft als er een keer wat misgaat, maar ze worden beloond als het heel erg goed gaat. En we hebben ook weer de mazzel gehad, wederom wel een beetje een herhaling, maar dat project dat we met de winkelsluitingen gedaan hebben, met het bezorgen uit de winkel. Iedereen werd gevraagd om te improviseren en creatief te zijn. En het is alle kanten natuurlijk beloond. Het is ook beloond in de media. We kregen positieve pers. We wonnen prijzen met dat idee. Dus mensen zagen ook, hé, het werkt. Als ik dat gewoon doe, als ik me gewoon ga en ik probeer gewoon dingen en... Dus dat is eigenlijk belangrijk. Maar day-to-day is dat het belangrijkste. Mensen vrijheid geven om fouten te maken. Ja, helder, helder. Hey, als laatste kolom hebben we ook altijd wat vragen uit de community. Want we zetten altijd op LinkedIn een poll waarbij we ook mensen vragen om met vragen van tevoren te komen. Ook vanuit onze partner Frankwatching. En ik heb twee vragen van twee verschillende mensen. Robert van Putten die vraagt, wat is anno 2021 het onderscheidend vermogen van Blokker? Wij zijn de enige specialist op koken, tafel en huishouden. Die zowel fysiek als online verkoopt. Wij hebben het allergrootste assortiment. Wat je op allerlei manieren kan krijgen. Kijk, als je onze sellers meerekent, dan hebben we een gigantisch assortiment op elk vlak. Op waterkokers. En als je het binnen nu en een half uur wil hebben, dan kan het. Want je kan bij onze winkel langsrijden. Dus dan heb je iets minder keuze, maar dan heb je het wel binnen een half uur in huis. En die combinatie van eigenschappen heeft niemand. Ja, helder, helder. Nog een tweede vraag van Elisabeth van den Berg. Welke rol speelt third-party data bij Blokker? En vooral wat gaan jullie doen als third-party cookies volgend jaar gaan verdwijnen? Wij hebben mazzel met onze achterstand. Kijk, Blokker is pas vrij laat begonnen met echt een digitale revolutie. Dus wij hebben nooit een hele grote afhankelijkheid van third-party data kunnen creëren. Want het werd ongeveer al afgeschaft voordat we zover waren om het te gaan toepassen. Ah, oké. Okay. dus laten we zeggen, geluk bij het mij een ongeluk. Ja, en we zitten heel erg in op dichters nauw contact met onze trouwe klanten. Zoals veel winkels hebben natuurlijk een grote afhankelijkheid van een relatief kleine groep hele trouwe klanten. En die willen we gewoon goed leren kennen en goed kunnen bereiken. Dus met onze app, met ons loyalty programma dat erin zit, met onze nieuwsbrieven en bestand, met onze accounts op onze website. Maar ook met het één-op-één contact in onze winkels, met tussen nog klant en medewerker, proberen we die groep vooral heel goed te leren kennen om aan ons te binden. En die goed te kunnen bereiken. En dan is de afhankelijkheid van third-party data ook wat kleiner. Ja, helemaal helder. Ja, ik denk dat het gewoon voor heel veel bedrijven nu geldt dat dat de toekomst wordt. Dus veel meer waarde toevoegen in plaats van heel veel ad dollars uitgeven. Precies. Ja, helemaal helder. Nou, we hebben ontzettend veel gedeeld, Martin. Dank voor al je openheid. Zeker veel variatie in jouw rol als CMO en ook Head of E-commerce bij Blokker. Wens je heel veel succes in de komende periode. En dank je wel voor al je tijd vandaag.